weg zijn. Ze moeten nog een beetje wennen. De 180 biggen die sinds woensdag wonen in deze gloednieuwe stal in Putten. Jannie en Evert Bos stonden 3/4 jaar op een wachtlijst voor ze met hun biologische varkensbedrijf konden beginnen. Maar nu de dieren er zijn, is het genieten. Ik vind het echt heel leuk. Dit is echt wel zoals wij het voor ogen hadden toen we de stallen zijn wezen kijken. We zijn heel veel stallen wezen kijken en dan zie je het en denk je, ja, zo wil ik het ook. Tot een paar jaar geleden hadden Jannie en haar man een regulier vleesvarkensbedrijf. Maar dat was niet meer rendabel omdat ze te klein waren. Ze stopten. Maar toen ze hoorden dat er steeds meer ruimte kwam voor biologisch boeren, besloten ze weer te beginnen. Maar voor die omschakeling kwam veel kijken, waaronder het bouwen van een nieuwe stal. Ze moeten naar buiten kunnen. Er moet ook buiten een stukje zijn wat niet overdekt is, waardoor ze ook echt regenwater kunnen voelen. Het voer moet allemaal biologisch zijn. Het strooi wat je hier hebt moet biologisch zijn. Dat is allemaal onbespoten. Ja, dat is allemaal veel duurder. En je ruimte die je voor de varkens hebt, die is echt veel meer. Het is niet alleen diervriendelijker, maar levert ook een goed inkomen voor de boer. Net als het grootste deel van de biologische varkensboeren in Nederland levert de familie Bos aan de Groene Weg uit Groenlo. Als we op dit moment kijken, dan is Gelderland een provincie die absoluut bij uitstek de meeste biologische varkens heeft van heel Nederland. Verklaring daarvoor is dat er in onze provincie meer kleinschalige varkensboeren zitten, waardoor overschakelen naar biologisch makkelijker en aantrekkelijker is.